FC Groningen hervat zondag de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen AZ. Zondag is er kans op revanche na de 3-2-nederlaag tegen PEC Zwolle 2 weken geleden. Vorige week had Groningen even rust vanwege de interlandperiode. Aanvoerder Sergio Pat is echter geen fan van een voetballoos weekend. Het is altijd wel een lastig weekje met een minder groot groepje. Maar dat betekent niet dat je dan, minder hard hoeft te trainen. Dan worden aspecten wel even gelegd op de conditie en op het harde werken. De laatste wedstrijd verloor FC Groningen in de blessuretijd van Zwolle. Een harde klap voor de FC. Nou, dat is altijd niet zo'n fijn gevoel. Als je dan naar bed gaat, dan spookt dat nog wel een paar keer door je hoofd. En dat is niet fijn, maar daar staan we nu niet voor. Dat moet nu weg zijn en de volle aandacht op AZ. Groningen verloor nog niet zo lang geleden 2 keer met 4-1 van AZ in de play-offs. Een lastige tegenstander dus, weet ook Mike de Wierik. Ik zat in het stadion de eerste wedstrijd. AZ heeft wel een goede ploeg. We hebben goede spelers en een paar vervelende blessures. Dat is ten eerste vervelend voor de jongens natuurlijk. Maar ze hebben nog steeds goede spelers. Ik heb vorig jaar met Heerenveen zelf ook 2 keer van AZ verloren. Ik ben ook gebrand om van AZ te winnen nu. FC Groningen behaalde tot dusver 8 punten. De matige seizoenstart zorgt ervoor dat de druk op de positie van trainer Ernest Faber toeneemt. Volgens de Wierik staat de groep nog vol achter de trainer. De trainer staat absoluut niet ter discussie bij niemand. Ik heb daar niemand over klagen, wat dan ook. Dat wordt altijd maar gebracht van media en van buitenaf. Dat is niet terecht. Wij doen het op het veld. Dan is het makkelijk om de trainer aan te wijzen, maar dat vind ik onzin. Sergio Pat draagt dit weekend als aanvoerder een regenboogband. Ter promotie van meer diversiteit in de sport. Pat zou een medespeler steunen die uit de kast wil komen. Nou, dat is niet een geval wat ik dagelijks meemaak. Maar dat zou je dan zo goed mogelijk moeten opvangen. Dat moet je zo goed mogelijk opvangen. En daar is ook nog een gepaste manier voor. Alleen heb ik daar geen antwoord op, omdat ik daar niet dagelijks mee in aanraking kom. Groningen moet het stellen zonder de geschorste Tom van Weert en waarschijnlijk ook zonder de geblesseerde Lars Veldwijk. Mimoun Mahi zal waarschijnlijk tegen AZ in de spits beginnen. De aftrap is zondag om 2:30 in het Noordlie Stadion.